Take one. Ná, þess eindelijk de eerste voordeelles die ik heb sinds ik terug ben. Dus ik heb een aantal dingen geleerd dat ik eigenlijk vanaf zwarte kant alleen mag onderwijzen. Maar ja, dit is mijn gevorderde klas, dus ik ga er toch mee aan de slag zo. Dus ik probeer een aantal dingen zo te delen van wat ik mee heb gegeven. Voor de Facebookers onder ons hebben we vast al gezien dat we een nieuwe exameneisen hebben. Ik zal nog iets over zeggen. We hebben gesproken met Wil en Mark. Om te kijken hoe implementeren we dat hier. Dus ja, gewoon allemaal leuke dingen. Misschien is je mind nu erg actief van het is allemaal iets nieuws. Laten we maar even gaan. We gaan gewoon beginnen eerst met de machineoefeningen. Centrum.
geen oefeningen, krijg ik de dip. Eigenlijk als je telt, normaal tel ik altijd aan het eind van de beweging. Reach, knee, dat is aan het eind van de beweging. En Sensei legt uit dat je eigenlijk aan het begin van de beweging telt. Nou, dat is best wel een uitdaging. En ik ben dat aan het oefenen, dus dat is erg wennen. Om nieuwe patronen in mijn hersenen aan te leren. Maar dat ga ik wel oefenen. Dat oefen ik eigenlijk alleen in deze klas. En de andere les houdt het nog wat hetzelfde, zoals je gemerkt misschien. Ik wil er toch mee werken, want wat hij zegt, eigenlijk als je iets gaat doen, als je een boodschap gaat doen, dan gaat eerst je mind uit en dan volg je lichaam om een boodschap te gaan doen. En zo is het eigenlijk ook met tellen. Dus je stuurt eerst de key uit, tel, each, en dan komt de beweging uit. En het is wel heel interessant als je beweegt op die manier, het voelt gewoon anders. Het is alsof de key al helemaal ingezet is en dan komt je beweging uit. Zullen we het zien? Dus doe met me mee. Tellen aan het begin van de beweging. Ja, kort zei dat lukt. Maar we zijn aan het leren. Niemand ziet het, wordt niet opgenomen. Mij wel, maar we gaan gewoon lekker oefenen. Ja, gaan we. Each, knee, san, chi, go, rock, each, touch, 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 each, knee, san, chi, go, rock, six, hatch, reach, me, 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 son, she, 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 go, rock, six, hatch.
each, me, some, she, go, 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 each, me, some, she, go. Eerst intentie, eerst tel, dan beweging. Each, me, some, she, go. Each, me, some, she, go. Each, me, some, she, go. Rock, sheesh, hatch.
dit is al een uitdaging om dit te doen. Maar eigenlijk zei hij ook nog, de teller is iets anders. Een tel. Als je de beginoefeningen doet, dan is het eigenlijk ich, ni, san, shi, ni, ni, san, shi, ich, ni, san, shi, no, lo, jich, nach. Ich, ni, san, shi. Ni, ni, san, shi. Ni betekent de tweede keer die serie. Dan zeg ik ich, ni, san, shi. Ni, ni, san, shi. En dan weer ich, ni, san, shi, go, lo, jich, hach. En bij degene die nu komen, ik ben nog niet helemaal uit, maar hij vertelde, ging zo langs, ja, maar hoe tel ik nou, hè? Want dan is ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, shi. Dat is ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, shi. En toen gingen ze al die technieken langs en kwam je uiteindelijk ook uit dat het overal was. Maar hij stond een beetje zo te denken van, die. Dus ik weet het niet helemaal zeker, maar ik doe het een beetje op mijn gevoel wat ik in elkaar herinner wat hij altijd doet. Maar we tellen dus iets niet, iets niet, iets niet, soms niet. Ja, nou ja, dat klinkt niet zo gek. En dan nog aan het begin tellen. Dus ja, dat is echt een eitje. Ja. Kan jij het nog bijhouden? Ja. Nou, hier, maar dat is wel maar. Dat is zo pijnlijk, zeg maar. Hè. Stiekem is Joep een van de beste, dus hè, maar. Ja, oké. En lukt het een beetje aan het begin tellen? Wat ik wel zie is dat eigenlijk, probeer gewoon de tel hetzelfde te laten, maar iets later in te starten. Ja. Iets, niet, dus iets een soort startschot. Iets, iets, niet, san, chi. In plaats van het eindschot. Dus het is inderdaad niet meer op het benedenpunt nu. Ja, ik vond dat er een aantal klopte, want bij het inzetten was precies het begin en het eind van de tel was eigenlijk dan ook het eind van de beweging. Bij deze klopt kon het wel, maar bij sommige... Is dat het? Iets, niet, san, chi, eigenlijk steeds. Maar dit is wel lastig als je dat doet. Bij de derde, ik had het dus ook goed bij de tweede goed uit, maar bij de derde zit je weer in chi en in de achter van nee, eigenlijk wat hier moeten zitten. Merk ik ook, dat is de hele tijd. Waarschijnlijk tel ik maar nog iets te vroeg, maar dat maakt niet uit. We zijn gewoon aan het onderzoeken en dat zal steeds meer zijn natuurlijke weg gaan vinden. Dan gaan we meer resoneren ermee. Maar ik heb al een aantal keer van die voltreffers gehad dat ik denk van ja, dat is het gevoel. Ja. Dan voel je, het is net als met rollen, dat je misschien al een paar dat zo, iets, niet, dan voel je gewoon niet en dan, de rest is gewoon een soort uitrollen, zeg maar. Dat gevoel heb ik meer bij, uitrollen, iets. Uitrollen daarna. Terwijl je anders zegt, hitch, nie, of rollen. Hitch, nie, of hitch, nie. Ja, het is gewoon al ingezet. Kie gaat al, bam, en dan, ja, dan rol je er zo achteraan. Misschien heb je een paar van die treffers gehad. Maar het is dan gewoon. Nog niet meer. Tony lacht heel veel. Ik heb nog nooit zo zien lachen in een les. Als de stoom uit je oren komt, dan gaan we even wakker. Ja. Oké, gaan we. Niet op je laatste. Ich, ni, san, shi, ro, lo, shich, hach, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, shi, ich, ni, ich, ni, ich. Ni, san, chi, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, chi, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, chi, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, chi. Ich. Ni, san, chi, ro, ro, chish, hach, ish, ni, san, chi, ro, ro, chish, hach, ish.
Nie. Sam. Schief. Ro. Ro. Hitch. Hatch. Hitch. Nie. Sam. Schief. Ro. Ro. Hitch. Hatch. Ja, gelukkig had ik die laatste die nog een beetje leek. Zit er ook op? Het laatste stukje, ik zie aan deze, is hij korter geworden? Ja, dat laatste stukje. Hij had een tijdje niet geweest, hoor, ja. Ja, maar niet. Stap bij die laatste vier is hij korter geworden, net een soort van nine ways. Dus je hebt each, me, some, she, en dan no, look, each, hatch. Weet je waarom dat is? Het is, als jij aankomt met Joko Manucci, dan de eerste wil je listen blijven. Daar staat hij op en gelijk met Joko Manucci. Dan sta je gelijk in die twee houdingen. Dus je lukt nu zijn wandelingen, dan heb ik op mijn voeten. Dus ik over een afstand. Dat is één, dan komt hij gelijk weer omhoog. En dan sta ik gelijk in die houding klaar. Dan ga ik niet meer listen blijven, omdat hij dan te dichtbij staat, zeg maar. Dus voor afstand heb je de eerste vier. Pak je zo de afstand, hè? Dus als je slow motion komt, dan kom ik achter zijn arts, dan blijf ik staan, hij komt gelijk. Dan doe ik niks meer. Als ik dan nog een listenplek zou doen, ja, hij staat weer voorbij. Precies, ja. Dus vanuit daar legt hij eigenlijk uit. En dat past ook precies bij de Sword of Nine Ways, hè? Heb je ook Sword of Nine Ways? Dat is waar. Kijk naar mijn voeten. Each, me, some, she, ro, lock, sheesh, hush, and on. Who, you, reach, you need. Hier is dan gelijk. Eigenlijk hier gewoon staan bij die laatste slagen. Terwijl we die eerst hebben gaan stoppen. Each, me, some, she. En ja, dan bij die laatste vier blijf je op de plek staan. Ja. Ja, uitleg erbij die iedereen bij heeft. Zeg je? Ja, precies. Ja, we hebben bijna alle. Nou, de update deze hebben we al gehad. Die is voor de meeste nog nieuw. Dus die hadden we al. Dan is het deze. En het laatste is bij de. Als je naar voren stapt, en dat is belangrijk voor Retai, wat we straks gaan doen. Als je naar voren stapt, draai je je schouder iets in. Dus voorheen deden we dit. Each, me, some, she, nou weer, each, me, some, en dat doe je dus eigenlijk om, als je naar handen gaat, dan krijg je each, echt in die arts duidt, zeg maar. Dat is je gevoel, je gaat er echt in, dan gaan we het zo doen. Each, me, some, en dan ga ik ook meer in jouw arts, zeg maar. Dan haal je echt de key van die andere weg. Ja, dat is de basis ding wat we steeds in Retai, in het nieuwe gevorderde niveau, wat we steeds doen. Dus je voet stopt naar voren richting de arts van de hand, echt erin en daarbij schouder. Each, knee. Dat komt terug ook met de Joe. Als je die stoot doet,
En dus die dicht, zeg maar. Dat is de basis van beweging. Ook om je elleboog dicht bij je lichaam te houden. Dat komt ook steeds terug. Dat zie je natuurlijk ook al bij die categorie. Dat je eigenlijk dit allemaal bij elkaar houdt. Dat is ook bij Sayawasa. Ich, ni, san, chi. Heel mooi. Eén gevoel, want ze hebben toch een ouder met een lichaam. Dan moet ik daar een vraag stellen. Komt hij naar boven in belt of komt hij gelijk met je belt? Vaak zie ik hem erboven, maar ik zie hem ook nog wel eens zo. Echt voor ons centrum. Ja. Maar het is nu niet zo, zeg maar, zoals het al heet op alle dingen. Ja. Dat krijg je ook vanzelf als je dit licht houdt. Ja. Ich, ni, san, chi. Dat is eigenlijk de ich, ni. Zit zo. Dat voelt ook wat relaxter dan als ik hem hier stop, wat we altijd deden, zeg maar. Het voelt ook meer alsof het doorgaat. Ich, ni, san. Als je Joe vasthoudt, dan heb je eigenlijk precies hetzelfde gevoel. Zo is dat dicht. Ik zal ook je hand ongeveer. Kun je nog een sideways doen? Ja. Ich, ni, san, chi, mo, ro, shish. Hatch, ich, ni, san, shi, go, ro, shich, hatch, ich, ni, san, shi, go, ro, shich, hatch, ich, ni, san, shi, go, ro, shich, hatch. Iets nieuws weer weg. Oh ja. Gaat in een poging doen. Ich. Ni, san, shi, ich, ni, san, shi, ich, ni, san, shi, ich, ni, ich, ni. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, ich, ni. Met deze is het volgens mij niet zo. Rob, shi, hash. Eigenlijk anders. Hij stond nog steeds met links voor, maar bij deze is het rechts voor. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi. Ho, ro, shi, hach. Bij deze is het eerst rechts naar voren en dan links. Ich, ni. Ich, ni, ich, ni, san, shi, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi, ich, ni. Sam, shi, ich, ni, ich, ni, ich, ni, sam, shi, ich, ni, sam, ni, ich, ni, sam, shi, ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, shi. Ah, kijk, dat was je mij. Heel van jou. De tweede keer was het wel niet. Wat zeg je? De tweede keer was het wel iets die shan ging. De eerste keer wist je niet, en de tweede keer wel. Dat was het allebei keer. Ja, je doet twee keer acht, zeg maar. En de 7 en 8 tel je steeds als san, shi. Oh, dan was het volgende idee dat iets is. Ja, iets niet, iets niet, iets niet, san, shi. Dan krijg je hem nog een keer. Ik heb de tweede variant hier al over gesteld.
dan van eind tot met 8 bedoel ik. Ja, dat vind ik dan wel voldeld. Maar je blijft toch beide keren nog. Ja. Ja, goed, ja. Dus iets nie, samshi. Dan heb je 8 gehad. Ja. En de tweede keer. Iets nie, samshi. En wat was daar de logica voor? Dat is bij de beginoefeningen. Dan doe je each, knee, sam, chi, knee, sam, chi. Each, knee, sam, chi, go, lock, chi, touch. En nu doe je gewoon steeds each, knee, sam, chi, 1, 2. Wat ik duidelijk voel als we dat doen, de key is heel anders. Het is echt heel anders. Het is echt each, knee, each, knee, each. Niet, sam, shi. En dat is je vraag. Ja, het is een hele andere tel als dat je iets, niet, sam. Het is echt steeds die hele krachtige key, zeg maar, die gaat. En je begon later ook met zo, sam, shi. En dat hoor je ook bij sensei wel, dat die dan ja, een soort eindtel, eindklank zit eraan. Okay. Dat is voor ruim 15 jaar een reset. Ja, precies. Ik herinner van Mariana dat hij dat vaak deed met seminar. Kijk, seminar telt. Ja, dus dat zit ook nog. Ja, dat zie je. We zijn het gewend, hè. Ja, op de pikken dan. Volgens mij ook Buskezakis en zij deden dat ook. Dus het is een telde manier. Ik heb bewust eigenlijk toen we begonnen met Japans te tellen, want dat deden we vroeger niet, hè. Toen we zijn overgegaan naar Japans tellen. Toen we Yushin, Akira Yushin Kai zijn gaan doen. Toen ben ik gewoon begonnen met een beetje van mijn eigen keuze van 1 tot en met 8. Zodat we leren, hoe tel je nou eigenlijk? Want het, nu waarschijnlijk, wat is 5? Weet je wat 5 is? Nu is het alleen 5. Dat heeft heel veel tijd nodig, zeg maar, om dat te krijgen. Dus ik denk, gewoon steeds moet ik 8 tellen. En in het begin moet ik wel terug, oké, 8 is dan. Sheet is 8, dan sheet is 7, en dan lock 6. Maar het blijft wel steeds meer hangen, zeg maar. Dus mijn doel was om die cijfers te leren. Nu zit gewoon een ander doel achter, die telling. Eigenlijk wat hij zegt, wat je met tellen doet, zou dat iemand zijn, is eigenlijk dat je in het ritme van het universum komt. Dat is eigenlijk wat je wilt. Dat merk je ook soms als je aan het tellen bent, dat iedereen in een soort ritme komt. Dan gaan we resoneren met het universum. Dat is eigenlijk het hoogste doel. Maar ik merk net door het tellen dat iets, niet, sam, chi, iets. Het is een. Ja. Het voelt wel goed, zeg maar. Iets, niet, sam, chi. Iets. Ja, dat is een gevoel. En eigenlijk lijkt het ook op wat we in Noorwegen meekregen. Iets. Het is die mind gaat. En dan komt het lichaam erachteraan. Steeds meer dat gevoel erbij. Nou, maar dat soort dingen zou je op je eigen indrukken. Ja. Je ziet, het gaat nog heel veel oefening. Iedereen zat er goed met lachen op plaats. Dus een goede key test. Altijd goed. Oké. Op zich doet hij in het begin ook iets anders met rollen, zeg maar. Dan begint hij zo en dan rol je zo op de mat heen. Iedereen rolt achter elkaar en dan de andere kant. En dan naar Chico loop je een rondje. Dan is echt een beetje zijn eigen programma. Nou, dat zullen we niet allemaal zo na gaan doen. Maar we gaan het wel grappig om te zien. Ik kan nu een paar keer rollen, Chico. Kijken dat lukt.
ik erachter voor de mensen richting het oeteldonk. Maar je mag mee natuurlijk. Ja, dat is wel je oké, dus jullie staan zo en dan ga ik proberen te duwen. Dus met de vierkracht eerst. Ja, lastig hè. Dus dan ga ik wat dingen doen en kort uitleggen. Simponare. Ik stond ook vooraan steeds en dan opeens voel je, wow,
voor het vliegen. Ja. Ja, maakt niet uit voor het is. Het is een soort dynamiek die ontstaat, lijkt me. Als ik ook nog wat zou vertellen wat echt Aikido is. Sensei smeekte me eigenlijk laatst nog om alsjeblieft echt Aikido te onderwijzen, omdat bijna niemand het meer in de wereld doet. Dus dit heeft er wel mee te maken. Dat is echt wel bijzonder om dat te horen. Oké. Okay. Nou, wat het is, Reitai. Voorheen hadden we Kotai, Juntai, Ryutai. De beginlevels. Kotai is dat, dus dat is Juntai. Doorbewegen. Ryutai, het echte Aikido, dynamisch. Dat is nog helemaal hetzelfde. We hebben eigenlijk heel weinig geoefend. We hebben wel wat links gemaakt daarna. Maar het is gewoon zoals we het nog doen. Dus het is al makkelijk. Het is makkelijk. Kotai, Juntai, Ryutai. Gewoon nog praktisch hetzelfde. Daarboven had je Kutai en Kontai, twee vormen, een lege lichaam en Kontai is van de ziel, op zielsniveau. En die twee zijn weg, dat is er niet meer. Hij heeft eigenlijk nu Kotai, Juntai, Ryuta. En dan heeft hij één gevorderde niveau en dat wees iets ongeveer dan hier aan. En dat is Reitai, R-E-I, net als Reiki, R-E-I-Tai. En dat is eigenlijk... Tai is lichaam en Rei is in dit geval zeg maar, het astrale lichaam. Je beweegt met het astrale lichaam. En het astrale lichaam is eigenlijk, misschien zie je dat soms wel eens, het is zo, dan zie je zo het om het lichaam van de ander. Soms zit je een beetje zo te staren en dan kan het wel zijn dat je zo'n, zo, ja, echt het astrale lichaam, dat energie eromheen ziet. Hè. Als je het niet ziet, gewoon het gevoel zeg maar. We hebben het wel eens meer gedaan met Shomunichi, dat je dan je hand omhoog steekt, dat eigenlijk je armen niet elkaar raken, maar dat het gewoon astraal lichaam tegen astraal lichaam is, het energielichaam tegen energielichaam. Als je gevoelig wordt, dat hebben we best wel vaker geoefend om dat te ontwikkelen. Als je dus iemand beweegt, beweeg je eigenlijk met jouw astrale lichaam, met het astrale lichaam van de ander. Maar wat de meesten doen is, die gaan tegen het lichaam duwen, raken en dan tegen het lichaam gaan duwen. Dat is allemaal beginnersniveau. Eigenlijk zegt hij ook, leg dat niet aan beginners uit, de zwarte band en hoger. Die snappen het gewoon niet, die pakken gewoon iemand vast bij het lichaam. Dan zeg je, astraal lichaam, ja, hey. Ik pak gewoon het lichaam vast. Nou is het niet zo heel zwart-wit, want wij zijn wel veel met ki bezig. En ik zie wel beginners die dat ook heel goed kunnen. Maar ik snap wel wat hij zegt, dat het gewoon best wel lastig is dat je dat er ook nog bij moet doen. Als je moet leren van, hey, jouw been is voor. Hoe moet ik nou precies naar beneden gaan? Hoe is nou die houding overal? Ja. Dat is al heel wat, zeg maar. Dus gewoon in het begin niveaus train je gewoon iemand om beter te worden, die technieken te beheersen, dat die echt gevorderd wordt. En als hij dat dan is, dan kan je eigenlijk de volgende stap maken naar astraal lichaam. Dus dat is één ding, Reitai, dat is dan beweeg je het astrale lichaam. Wat die daarbij introduceren is dat Nenpa Shindo. Nenpa Shindo. Ah, dat was gisteren. Shindo Senhao. Sorry, hè? Ja, dat was wel gisteren, ja. Zie je geslaagd, maar dat is een ander onderwerp. Dus eerst hadden we Kotai, Juntai en Ryutai. Stoppen, doorbewegen zonder te stoppen en vloeiend. En dan heb je als gevorderd niveau Reitai. Lichaam bewegen. Daarbij heb je Nenpa Shindo. Nenpa en Shindo, zoals we op de Shindo les krijgen. Nenpa Shindo is eigenlijk drie dingen komen erbij kijken. Dat is een hele sterke wil. Echt een wil dat je iets wil doen. Tweede is dat je dat visualiseert, dus dat je het voor je ziet dat het gebeurt. En derde is focus en intentie. Dus dat je echt focus en je intentie hebt. Vaak een concentratie die erop geconcentreerd wordt, helemaal opgericht bent. Wat doe je nou bijvoorbeeld? Je hebt de
Jyotandem, het bovenste tandem, dus hier tussen je wenkbrauw en je haargrens, dus het staat je derde oog, voorheen zei die wel hier tussen de wenkbrauwen, maar het staat hier. Als je kijkt naar de hersenen die erachter het aanraken, hier zit ook je zesde zintuig bij je hersenen vooraan. Dus Jyotandem en dan Chyutandem, gewoon hier waar het al was, hè, tussen de tepels in het midden, en Gaitandem of Sekatandem, het centrum. Wat je nou eigenlijk doet vanuit hier, vanuit dit punt en dit punt, stuur je ontzettend veel licht uit. Zeker vanaf hier, uit het steeds over dit punt. Dat je gewoon heel veel licht uitstuurt. Dus dat ik net, eerst heb jullie gewoon fysiek tegen de groep. De tweede keer stuur je licht uit, gewoon door die hele groep heen. Groot, sterk licht, zeg maar. Dan schijn je zo er doorheen. En allemaal door die hele groep heen. Ook vanuit hier. Dus dan krijg je echt die net waar zin door. Dat je heel erg gericht bent erop. Je wilt ook echt dat het beweegt, je ziet het voor je, je bent daarna gefocust. In dit punt, dat deden we in het begin van de les, daar breng je je mind, je denkgeest. Je denkgeest, die breng je naar je centrum en dan doe je half. Je moet je echt helemaal oplossen. Misschien is hij nu actief bij je, breng hem naar je tanden en dan halveren, half. Continu doen. Gewoon steeds dat je denkgeest, je mind, er helemaal in laat oplossen. En dan krijg je een toestand waarin je die Nenpa-shindo veel beter kunt doen. Als je dat hier staat, en je staat goed zweven, dus eerst ga ik steeds aan lichaam en dan ik zo te duwen. En ten tweede, dan voel ik mijn astraal lichaam en zijn astraal lichaam en daar maak ik contact mee. Als ik alleen al dat doe, ik maak gewoon contact met het astraal lichaam en ik ga het astraal lichaam ga bewegen. Ga maar staan, lekker. Voel maar eens. Goed stevig staan. Dus ik ga het tegen je lichaam duwen. En daarna, mijn astraal lichaam, raak ik jouw astraal lichaam aan. En ik beweeg het astraal lichaam. Raak mijn astraal lichaam, raak jouw astraal lichaam. Het astrale lichaam, dat ga ik bewegen. Ziek. Mijn astrale lichaam, en jouw astrale lichaam. Het astrale lichaam ga ik bewegen. Ziek. Mijn astrale lichaam, jouw astrale lichaam. Ik ga het astrale lichaam ga ik bewegen. Mijn astrale lichaam, jouw astrale lichaam. Het astrale lichaam. Kwaliteit van Aikido. En ik vond ook echt in de richting van wat je bij Ascensie ook allemaal ziet, dat soort magische dingen. Nou, als je daar nog bij doet, hè, dus als je bijvoorbeeld hier gaan met z'n drieën op rem staan, ja, dus, we staan weer erachter zo. Dus je ziet gaan duwen, ja, dat is heel lastig. Dus het eerste wat ik doe, is het astraal lichaam aanraken. Maar wat ik ook doe, is dus mijn mind naar mijn centrum brengen. En centrum laat ik het helemaal oplossen, mijn mind. En wat er daardoor gebeurt, is dat alles ook ontspant. Je voelt het gewoon kleiner worden. Als ik bij sensei, als ik hem vast heb, voel ik gewoon langzaam verdwijnen, zeg maar. Ja? Eerst ben je zo, en dan is die mind in het centrum, en dan verdwijnt het gewoon met half. En je voelt gewoon dat het verdwijnt. En hij zegt ook, het voelt alsof er nog een draadje is, je arm, zeg maar. Je ziet zo dik. En als het dan half wordt, voel je het gewoon verdwijnen. Hij zegt dat Aikido Yushinkai to make the impossible possible. Ik zal straks nog meer mee testen. Bijvoorbeeld Nico is heel sterk. Als je hem met twee handen vasthoudt. Goed vasthouden. Goed vasthouden. Ik kan eigenlijk niet bewegen. Dus wat ik doe, ik breng het naar mijn tandem. Ik ga hem halveren. Half. Ik kan mezelf ook gewoon goed bewegen. Ja? Ik voel alleen nog maar een draadje hier.
Misschien kon je het voelen dat er iets verandert. Wat merk je dan dat het verandert? Het is ongrijpbaar. Mm-hmm. Nu, ja, dit is kracht en dan gaat het niet meer om kracht. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar... Ja, precies. Onmogelijk maakt je mogelijk. Zo'n kracht moet wel aan het houden. Wat doet Ki Aikido? Maar het is eigenlijk een fysieke manier. En nog steeds voor beginners op met Rio Tai noemen dat. Dus wat zegt hij? Naar dezelfde richting. En dan kan ik het zeggen omhoog bewegen. Mag ik je goed vasthouden? Bij O-sensei zegt hij, die draait net zo die kant op. Dus dit is dan een O-sensei. Dan draait hij naar buiten. Hij zegt, als je goed met Ki vasthoudt, kan dat niet. Dus dat is Aikido Yushinkai op Reitai niveau. Het is eigenlijk de handen kunnen gewoon zo blijven. Maar wat ik doe, ik verdwijn ze helemaal naar het tandem. Helemaal weg. Dan kan ik gewoon recht omhoog. Ik kan gewoon zo de woorden maken. Mijn handen hoeven niet eens meer in zijn richting te zijn. Dus je maakt echt het onmogelijk, je maakt het mogelijk. Ja. Ja, dat is dus. Dat doe je erbij. Je brengt naar je tandem je mind en je lost helemaal op. In die toestand hou je dan het licht uit je hart, uit je borst. En allemaal zo er doorheen. Vanuit je derde hoofd, vanuit je borst. Lost op in het tandem. Astraal lichaam, astraal lichaam. Heel makkelijk dan zo doorheen gaan. Dus het maakt me gewoon in die toestand, zeg maar. Grappig, hè? Ja, heel hard. Je voelt het ook echt. Ja. Ja. En ik voel echt niks meer. Ik voel dat het contact van achteruit door mij heen naar jou ook komen. Hoe ik ook moet staan. Dus dat was. Dat voelde ik echt. Weet je wel? Oké, dus we gaan met elkaar oefenen. Hè? We hebben een groep van vier, groepje van vier. We gaan met drie staan. En ik praat je er wel doorheen. Dus eentje staat hier, drie staan achter elkaar. Zo. Jij zit in principe ook gewoon lekker. Kijk, allebei is fysiek en duwen tegen. Fysiek. Nou, nog een keer. Ja, precies. Oké. Sterk, hè? Hier zo, mind not on that. Ja, valt. Mind not on that, helemaal bossen. Half. Alles goed als een draadje. Je armen zijn als een draadje. Uit je borst schijnt er een sterk licht door de hele rij heen voor. Doorheen. Daarom doorheen en zo. Vanuit je derde helft ook. En dan houdt het in het tandem en alles los. Je voelt je astrale lichaam. En daar moet het astrale lichaam van de rij voor je aan. En doet je hoog en laat het licht schijnen. Thank you.
fysiek. Ik raak het lichaam aan en duw het tegen het lichaam. Ah, die is het. Oké. Je aandacht, je mind, je denkgeest breng je naar je tanden. Dan ga je hem half uur waar ik pas staan. Ja, dat is half uur. Nou, je borst sterk licht, het krachtig licht, waardoor iedereen heen gaat. Zie het gaan door de hele rij heen en daarachter ook. Blijf dat zien. Ook vanuit je derde oog. Astraal lichaam en raakt het astraal lichaam van degene aan die voor je staat. Raakt het astraal lichaam aan. Blijf alleen het astraal lichaam raken. Dan val je tocho naar voren en next step. Next step. Laten schijnen, lukte dat? Ook gewoon de hele tijd te laten schijnen, gewoon een krachtig licht zo, want zo er doorheen. Of ging het licht uit? Als je helemaal bezig was, ging het licht uit. Nee, ging het wel? Bleef gewoon het licht altijd zo aanstaan, zeg maar. Ja, dat ging. Dus dan zie je al wat. Ja. Dus heb je al twee dingen wat een ging. Dan astraal lichaam. Als jij aan het duwen voelde je misschien eerst astraal lichaam, begon je te duwen en was het dan helemaal weg daarna. Voelt hij gewoon krachten en dan probeer je. Misschien krijg je een beetje beweging erin en dan doorduwen. Ja. Ja, dus dan zie je eigenlijk al die parameters, die zijn nog niet helemaal stabiel. Dus dat vraagt oefening. Het is eigenlijk best wel makkelijk te oefenen. Zeker je mind naar je tandem brengen en dan helemaal laten oplossen. Dus
gewoon een kwestie van oefening, dat je dat steeds meer gaat ervaren, dat je er stabieler in wordt, zeg maar. Dat je het astraal lichaam van iemand anders beweegt. Dat is ook een kwestie volgens mij van je erop richten en steeds je aandacht erbij houden van oké, ik beweeg mijn astraal lichaam en het astraal lichaam van de ander. Zo kan je die dingen gaan ontwikkelen volgens mij. Je kan ook iets meer duwen in plaats van als één geheel bewegen. Dat is het eigenlijk wel meer dat je als één geheel beweging wil ik echt meer duwen alleen moet en snel weet ik niet zeggen. Maar ik denk dat je armen op deden en dat niet je hele lichaam bewoog, doe je dat als? Ja, of gewoon alle drie achter elkaar, met mij erbij zeg maar, omdat het gewoon één geheel was wat ging bewegen. Dat ik meer zo deed van, ik ga tegen iets, in plaats van zo'n één geheel en samen. Exact, ja. Dat lijkt wel een beetje wat krachtiger is dan als ik probeer te. Exact. En nu verandert het wel een beetje, ik dacht een beetje, met z'n allen. Ja. Ik moet zeggen, als ik het doe, dan voel dat niet eens. Ik voel gewoon een astraal lichaam en hoe het bewegen. Ik heb die anderen niet eens, ik ben niet echt mee bezig of zo. Misschien zal dat al schelen, dan zijn ze al meteen ik en anderen. En je zegt wel van als we allemaal één zijn, dan wordt het makkelijker. Dus ja, dat is ook wel zo'n key-test. Iedereen in je blikveld neemt of in je ruimte, weer meer in je key. Als dat ik ben hier en jij bent daar, dan is mijn key al anders. Dus weet je, dat je hoort bij je of niet. Hè? Ja. En dus een fascino, hoe kan je dat ontwikkelen ook? Is bijvoorbeeld door een minuut lang te luisteren. Check of je aan het luisteren was, hoorde iedereen je vogel? Mm-hmm. Dat is nog makkelijk, maar een paar seconden. Dus als je mind nu al weg was, blijf oefenen. Dus een minuut lang, luisteren. Iemand een moment gehad dat hij even niet luisterde en dat hij weer terugkwam. Meer oefenen. Ja, meer oefenen. Dit is nog wat te doen. Maar je moet gewoon echt erbij zijn. Je moet intentie hebben, je moet willen hebben, je moet je richten. Je moet gewoon helemaal op hoe je het anders bereiken, zeg maar. Dat het mensen aan moet vliegen of zo. Gewoon dat ontwikkelen, zeg maar, dat het steeds beter wordt. En een minuut is niet zo heel lang, zeg maar. Doe je dat dagelijks, kan je dat steeds meer gaan ontwikkelen. Eigenlijk vier dingen gaf je aan. Het tweede was een minuut lang je ademhaling voelen. Dus dat voel je in je neus bij inademing. Voel je koude lucht in je neus. Zo. Dat is altijd je mond. En uit voel je warme lucht. Voel maar eens. Als je inademt, voel je koude lucht die inademt. En als je uitademt, warme lucht uit je lichaam. En een minuut lang. Voel je dus de ademhaling daar een beetje bij. Letten nu, hè? Je bent dan meer aan het opletten. En dat is deel. Je hebt nu meer intentie. Dus meer key. Meer met erbij. Volgende is eigenlijk vanuit het punt onder je voet. Kies er maar eentje. Eentje per dag. Dan doe je bijvoorbeeld alleen maar luisteren. 1 minuut per dag. Prima. Punt hier zo. Hier. Dus niet deze 3 punten, maar hiervoor. Adem je in vanuit hier. En dan richting je tandem.
of uit je hoofd. En als je uitademt, dus als je naar je tanden gaat vanuit tanden, uit dit punt. Dus in, tanden, uit, naar dit punt. Of in. Energetisch punt. Ja. Als je in en uit ademt, nog hetzelfde punt. Ja, steeds hier. Dus niet in en dan uit en in. Ja, het is weer andere. Ja. Is in, uit. Of in, uit. En het grappige, hij legt het daar ook al uit, maar nu ik het zo meemaak, het vraagt echt wil, het vraagt echt voor je zien, met mijn neus bijvoorbeeld. Ik zag alleen maar mijn neus. Ik voelde mijn mind, die wilde wel steeds wegdrijven. Mm-hmm. Niks ervan, neus. Blijf gewoon bij. Nou, eigenlijk voel ik, die mind die gaat wel weg, maar hij is gelijk, hij haalt hem terug. Dus dan ga ik maar voelen, dat merk je misschien ook al. Dus dan ga ik voelen, hij wil weg. Nou, wil, intentie, visualisatie, focus. Neus gewoon. Blijf gewoon met de aandacht daarbij. Dan ga je echt je richten als je straks wil duwen. Dan heb je echt wel de intentie om te gaan duwen, zeg maar. Het is niet zo van, oh nee, dat niet, oh dit doe dat, zus en zo. Nee, maar duwen, gaan, de deur eens op. Dus je bent echt die Nenpa Shindo aan het ontwikkelen. Dat is gewoon een hele sterke kiekracht, zeg maar, die je ontwikkelt. Nou, de laatste die hierbij zit, is wat ik net zei. Dus je denkgeest in je tanden. En dan half. Het zit een beetje overal. Je brengt het licht in je tanden en dan half. Je blijft het halveren. Wat er ook gebeurt, je gaat door met het halveren van je mind in je tanden. Als het goed gaat, voel je eigenlijk je hele lichaam ontspannen nog steeds. Shrinking. Even de ervaring, want het is een kort momentje, maar kies er eentje uit. Kies er gewoon eentje uit die voor jou makkelijk is, die je kunt doen. Een minuutje, redelijk te doen. Zelfs, dat is ook Nenpa Shindo, hè. Dat je kon niet luisteren na een dag, van mooi, dat was het ook weer. En na 3 dagen is het er allemaal weg. Dit is niet zo heel moeilijk. Dit is echt, hoe sterk is je wil, zeg maar. Hoe sterk is je intentie? Hoe sterk zie je het voor je? Hoe sterk is je focus? Met een soort ontzettende zachtheid, helemaal weggesmolten houding van een energetisch lichaam, heb je een ontzettend sterke, krachtige intentie. En dan krijg je echt 2 dingen bij elkaar, van een oneindige ontspanning met een enorme kiekracht, zeg maar. En dat is het. Dat begint wel steeds duidelijker te worden, van hé, dat past er wel bij dat Aikido, zeg maar. Dat voelt gewoon heel ontspannen. Als je wil voorstellen, vast wel heel ontspannen. Je vliegt alle kanten op of je krijgt enorme kiekracht over je heen. En dan pas je erop. Oké, dan gaan we met een, wat is dat? Mijn hand gaan is ook al gedaan. Is het volgende? Dat gaan we gewoon met elkaar een tijdje oefenen. Ik had uitgelegd dat Aikido is grooming, hè? Is je thuis al begonnen met grooming met familie? Ja, zo. Heeft iemand dat nog niet gehoord? Nee. Hij heeft ook kort uitgelegd, hij gaf het voorbeeld van een apen, een groep apen, zeg maar. Dan heb je een leider en helemaal lager eronder en de onderste laag. Die kijkt echt zo steeds naar de leider van, moet iets doen dat hij boos wordt, want dan is het nog erger. Dus wat doen ze, zeg maar, ze hebben wel die hiërarchie, dus ze moeten wel steeds opletten, maar wat doen ze nou om de relaties goed te houden? Gaan ze proemen, zeg maar, ze zorgen voor elkaar. Nou, voor die beweging niet te maken, maar die intentie is continu, je wil eigenlijk de ander verzorgen.
Dus elke keer als jij dus een borg doet en je verzorgt niet dat hem zo gooien, dan ben je geen Aikido aan doen. Dan ben je een soort, ja, echt het Aikido aan doen waar sensei zo'n beetje, ja, heel veel, ja, ik weet niet wat het is, maar hij ziet bij O-sensei Aikido en hij ziet er gewoon bijna nergens meer terug in de wereld. En het, ja, daarvoor smeekt hij me gewoon echt, please Martijn, you can do it, share this Aikido before it disappears. Hij is dat nog, probeert het nog over te brengen. Ik denk dat er nog wel leraren zijn, want ik zie soms wel dat dingen, kijk, misschien zit het er wel, maar je ziet al heel snel dat er gewoon best wel waar. Ik kan staan worden, hè. Ik kan gewoon eigenlijk niet. Nog wel goede vormen, maar je ziet gewoon dat er geen echt hele fijne kieverbinding in. Zo weer, dan ben je gewoon iets anders aan doen. Dan ben je geen boeddha aan het doen, hè. Het is meer sportachtig, met competitie, regels, een soort wedstrijdje, vaker uitgelegd. En als je dus een wil, die legt het eigenlijk wel mooi uit. Hij zegt, wat is nou een gevorderde niveau? We hadden net in de kleedkamer erover, we hadden het over die exameneisen van Mark en ik waren ook aan het letten. Ja, een gevorderde niveau, het is wel meer snelheid, meer kieën. Ik zou er dan wat meer, maar op meer weerstand mee om kunnen gaan, zeg maar. Meer weerstand kunnen geven, dan kan je het ook nog doen. En wil zegt, ja, dat is geen gevorderde niveau. Zelfs een beginner kan een gevorderde niveau doen. Wat is gevorderde niveau? Ja, eigenlijk dat ze, dat ze een kieverbinding hebben. Dat ze met z'n tweeën kwaliteit van kie hebben. Dat je die kwaliteit houdt, zeg maar, in de verbinding als je samen hebt. Dus het werkt mee, hè? Dat is een beetje beginnersniveau. Dus kie, dus dit is geen kie. Dat echt kie, zeg, met z'n tweeën wil je kie. Het gaat erom dat we eye-kie hebben, dat onze kie in harmonie is. Snap je? Kie is niet in harmonie als je dit gaat doen. Wat voor idee je er ook bij hebt, dat is gewoon echt, daar ben je geen Aikido aan doen. Dat is niet de weg. Dat heeft geen zin om daarmee bezig te zijn. Want je wil juist de kieverbinding maken. Dat is meer gewoon echt kieverbinding van twee kanten. En dan moet je nou voel je gewoon meer. Ja. Je wil eigenlijk meer kieverbinding houden. Dat wil je met z'n tweeën creëren, dat erin zit. Dat je dat gaat ontwikkelen met elkaar. En een beginner kan beter zijn dan een gevorderde erin. Want vaak zijn die er nog meer mee bezig, die leren het net. Dus die zie je heel vaak van, als jij aan die pakje vast en je gaat bewegen, je hoeft niet. Die zijn echt er nog mee bezig, die zijn er heel, ja, soms ook allemaal onder indruk van, wauw, kie. Bewegen. En dan komt de gevorderde, nou weet ik wel, ze gaan nu wat meer snelheid en kracht en dan eigenlijk als Wil dat ziet, zit hij echt van ja, dat is gewoon beginnerniveau, de kwaliteit van kie zit er niet in. En dat zie ik ook terug in wat sensei uitlegt, het is best wel gek, het is niet een gek idee, want meestal denk je toch dat gaat sneller, de vorm is mooier en meer krachten, maar ja, dat is niet. Wil blijft maar herhalen, dat is het gewoon echt niet. De key kwaliteit moet goed zijn. Nee, de key kwaliteit moet hoger worden als je samen bezig bent. Dat is ook de bedoeling als je uitvoert de key van de ander omhoog gaat. Nou, dat is ook de benoeming. Dus, hij staat nog met katten ook, gaf geen voorbeeld. Als er allemaal katten bij elkaar zijn moeder, dus nog leeft dat heel veel katten. Alle zwerfkatten werden aangeduwd. Dus die zijn er nog en die liggen altijd bij elkaar s'nachts. Die likken elkaar de hele tijd. Om elkaar te verzorgen, om die, ja, die band te hebben. Wat ik nou doe met de procedure, die nou zegt niet maar, om mij te verzorgen, maar Kie gaat die niet meer maar verzorgen. Kie gaat er natuurlijk. Ik heb het voorbeeld voor kunnen geven, want als ik iets niet heerlijk vind, zo. Meestal hoe je oeken werkt, dus je werkt hoe je meestal dit. Dat doe je niet. Je bent, als je werkt, doe je dit. Zo werp je anders, dan zit je vol met kie. Je werkt. Dat is wat je doet. Dan verzorg je de ander, zeg maar. Zo breng je de kie over. Mariana Sensei zegt dan, dat is wat O-sensei bedoelde. Als Aikido is lach, dus ik geef het over aan jou, dan zit het in hem.
Nou, dat kunnen we testen. Als jij gaat liggen, jij gaat ernaar gaan. Dat hebben we langzaam gedaan, hè. Voelen. Die valt mijn hand vast. En je hebt de deur van de aarde. Bij staan en je probeert weer te werken. Ja. Nou, we zijn precies met drie drietallen, dus een beetje zo allemaal een hoekje, dan maar zien we goed. Jullie daar, jullie daar, kan maar hier gaan. Okay.
Spiraalvormige beweging dat je en dan dat is wat je doet bij anderen. Dus als ik nu zo technieken ga uitvoeren, ja, dan zit je vol met verzet en verkramping. Ik ben nog niet eens een beginner, zeg maar. Dan heb je gewoon helemaal als ik je naam de weg van je doet. Ik zie het wel gemaakt. Jij hebt het nooit, maar. Ik ben straks bij Reta, ik zet er maar niet nauw aan, of om daar maar te komen. Ja, ik kan gewoon oefenen. Ja, is dat precies wat je bedoelt, ja. Maar we waren geen mee. Ja, is dat precies wat je bedoelt. Nou, dat maakt je zorgen. Ja. Kan je ook een langzaam hier staan doen? Ja.
Dat er toch aan het eind ben je toch wel veel aan het praten en dit vraagt oefening. En je bent misschien enthousiast, je wil praten, dus die mind heb je gewoon weer in de grippen. Die is niet opgelost in jouw centra. Dus gauw die maar even de kans hebben, ja, ik dit en dat en zus en ik merk dit en bij jou merk ik dat. Probeer in die staat te zijn. Probeer wel nog in die staat te zijn. Als je dan allebei de anderen in de buurt bent, breng je hem naar een hoger niveau. En ik snap dat wel, hè. Dat is dat leuk om te delen. En dat, is ook, dat helpt ook zeg maar, om het te bevestigen wat je allemaal ervaart. Te horen, te luisteren naar jezelf. Wat je allemaal meemaakt. Want dit is iets wat je in je systeem wil krijgen. Want zeker zwarte band en hoger. Dit is zeg maar het niveau waar je dan bezig bent. En het is niet zo moeilijk. Maar wij krijgen een hele heldere uitleg nu van Sensei. Dus je kunt eigenlijk heel goed ontwikkelen. We weten precies wat het nu is. Maar alles wat je erbij denkt. Probeer het gewoon zo helder te houden. Het is zo'n heldere teaching die hij geeft. Nenpa Shindo. Die aspecten erin staan. Astraal lichaam. Maar ik wil je naar de link gaan. Hij gaf ook een voorbeeld van...
Aikido zie je dat ook veel. Als je iets 100 keer hoort, bijvoorbeeld je luistert naar een leraar, of je luistert naar een video, dan is het meer, ja, laat ik het zeggen, via-via. Zo zeg ik. Bijvoorbeeld, ik leg uit wie Paul is. Ik leg aan Joep uit wie Paul is. Jij kent Paul niet, nooit gezien. En ik leg uit van, nou, Paul is dus en zo en dit en dat. Dus jij hoort zeg maar wie Paul is. En dan vorm je een beeld. En dat beeld wat je dan hebt van Paul en Paul zelf, daar zit een groot verschil in. Dus dat is horen. Maar als je Paul één keer ziet, als je hem één keer ziet, dan heb je al meer, een betere indruk dan 100 keer horen. Dat ik 100 keer, of dat je van 100 mensen hoort over Paul, heb jij een beeld. Als je hem één keer ziet, heb jij een beter beeld van Paul dan dat je het 100 keer hoort. Het volgende is, als je 100 keer Paul ziet, dan heb je ook een beeld van hem. Best wel een goed beeld van hem, 100 keer gezien. Maar als je hem één keer voelt, dan zegt nog veel meer dan die 100 keer zien. En dat zit ook in Aikido zo. Dus daarom, een leraar pakt vaak leerlingen vast. Dan kan je voelen wat hij doet, zeg maar. En dat is jouw ervaring waarschijnlijk ook wel eens geweest. Als een leraar je vasthoudt, dat gevoel, dat zegt jou veel meer dan 100 keer de uitleg die erbij zat. Of de 100 keer dat je het ziet. Als je Mariama een paar keer vasthoudt, en ik hou hem nu al 10 jaar vast, zeg maar. Niet de hele dag gelukkig. Maar een paar keer dat ik hem zie, en ja, dan pak ik hem zo helemaal vast. Het begint al als ik hem zie, dan oké. Okay. Ook met Aikido, ik heb hem heel vaak gevoeld, dus wat hij nu uitlegt, dat voel ik al 10 jaar. En bij Wil voel ik het ook, voel ik het al 20 jaar, 19 nou, precies te zijn. Voel ik 19 jaar, voel ik dat zeg maar bij hem, dus zij leggen dingen uit die ik voel. En dat snap ik ook al wat ze dan uitleggen, snap je? Dus als je het alleen hoort, heb je er een beeld over. Als je het ziet, dan is je beeld al iets beter, maar als je het voelt, is je beeld nog beter. Mariama Sensei, die heeft O-Sensei 13 jaar gevoeld. De laatste 13 jaar van zijn leven was hij leerling bij O-Sensei. Heeft hij hem gewoon de hele tijd kunnen voelen wat hij deed. Als hij over Aikido is love, Aikido is liefde praat, hij voelde gewoon hoe hij bewoog. En dat is allemaal dat zachte. Daar heeft hij het alleen maar over. Het voelde gewoon zacht, alsof hij hem niet vast had, alsof hij een handdoekje op de arm legt. Hij legt het uit in woorden, maar als je dat één keer voelt, als ik Mariama Sensei dan voel hoe zacht zijn arm is, hoe zacht dat op mij zit, maar het is gewoon vol ki, dan snap ik het, dan ervaar ik, dan snap ik gelijk wat hij bedoelt. Terwijl hij dat al heel lang uitlegt, ik zeg het hier ook wel eens, alsof er een handdoekje op ligt, dan loop ik de zaal door, dan pakt iemand me vast en denk, nou, het is meer een hamer die door een aanbeeld of wordt getrokken, maar, snap je? Ik weet niet wat er in je hoofd omgaat om dat te doen, of waar het fout gaat, het moet, waarschijnlijk moet je gewoon meer voelen, zeg maar. Ga maar terug naar dat ik jou, ik heb waarschijnlijk bijna bij iedereen al een keer mijn hand op je pols gelegd en dat gevoel laten voelen. Ik wil niet zeggen dat ik dezelfde kwaliteit heb als hen, maar ik voel wat zij voelen en dat probeer ik, zeg maar, dat is datgene waar ik naar streef. Dus ontwikkel dat gewoon, pak dat gelijk op wat je voelt. Wil je meer voelen? Gebruik het gewoon. Nu klets ik een beetje veel. Ik kan niet zoveel laten voelen. Maar net liep ik al even rond. Hè. Ik zou voelen hoe dat gaat, zo'n beweging. Dan voel je hoe die techniek gaat. Dus dat is wel een mooie uitleg erover. Ja. We hebben op zich. Alle technieken zijn wel langs geweest, maar daar hebben we niet zoveel tijd voor om die allemaal te doen. Maar, even de retail laten zien. Ja, dat kan wel goed met de. In retail, wat je doet, is eigenlijk iets heel anders dan wat je bij alle niveaus ervoor doet. Met Katadori doen we normaal gesproken dit. Dus achteruit stappen. Vandaan, stap achteruit. Nog een keer, afstand, dan komt de reetuig gevorderd, komt hij aan.
op een rustige manier. Dus wat deed ik nou anders? Het ging even snel. Stap naar voren. Reta is allemaal naar voren stappen, allemaal in die as stappen. Dus hij komt aan. Nou heb ik 0,5 seconden om iets te doen. Daarna is het verwerkt in zijn hersenen en dan komt hij in een volgende vaak aan zijn vuisten bij zijn spreken. Maar de eerste 0,2 seconden dan is het van hem. Dan 0,3 seconden van oh, dan ga ik een slag maken. En voordat hij al in gang is, heb je 0,2, dus 0,3 seconden. Dus probeer maar eens naar me toe te bewegen met je andere hand. Zie je? Ja, dit zag je dus dat een halve seconde ongeveer, hè? Poem, en toen ging hij. Zag je net? Je zag dan een kleine beweging en daarna stopte het met twijfel, hè? Dus zijn intentie was niet sterk. En je zag, huh? En toen ging hij zo terug. En ik denk dat was 0,5 seconden ongeveer. Of ging hij nog vast? Ja, even stil en dan komt hij met zijn techniek. Je ziet niet meteen zijn andere hand komen, maar snap je? Ja, ik heb toch probeer dan wat te doen, hè? Dus we gaan naar jou, je zijn jouw hersenen, nou, meten naar jouw reactietijd. Stop ook maar gewoon. Dat wil je eigenlijk creëren, dat is Reetai. Dat je die key van hem, dat je dat verstoort. En dat vraagt echt een oefening, hoor. Maar gewoon in te stappen gewoon richting hem. Het is niet zozeer dat ik dit ga doen. Het is een hele zachte, helemaal zo erin gericht in de as van anderen. Snap je ook? Zo wordt er dan de techniek in. Dat is bij allemaal, bij Yoko Minuchi. Normaal gesproken Yoko Minuchi. Achteruit stappen. Even dat moment. Even het uithalen. De alle technieken zitten dit er zo in. Bijvoorbeeld rugdooi. Ik stap helemaal in zijn as. En dan ga ik weer naar Rietai. Dan sta je, stap je ernaast en dan ga je doen bij Rietai. Stap je ouder. Mijn schouder, mijn knie en mijn voet. Het is allemaal richting zijn arsen richting. Daar komt aan. Allemaal in die as zit ik, zeg maar. En dan doe ik de techniek. En bij al de uitvoering is allemaal in de as stappen. Nou, ik heb het gezien ruim een week, want geoefend. Dit heeft heel veel tijd nodig voor ons. Dus het moet gewoon realistisch in zijn. Als we maar weten wat we aan het doen zijn. Dat je, als je beginoefeningen doet, steeds oefenen. Oké. Ik zit helemaal gek in die as, zeg maar, van de ander. Hoe die Kia de ander houdt. Gaat er door. Wil je het echt pakken? Naar mij.
Ik til dat niet meer op. Dan, als je het ja.
Sorry, ik heb de verkeerde kant. Ik wilde de verkeerde. Oh, toen weet ik het goed. Ja, ja, ja. Ja, ja. En je bouwt tegen dezelfde schade en ik was alleen maar niet anders. Je neemt gelijk de zaak ook. Ja, ja, ja. Knap in de tent. Ja, dat is wel waar. Zelf van, je zegt, hoe moet ik het anders bewegen? Ja.
Ik kan er wel aan hè. Goedkoop, wat denk ik? Yes. Ik weet nou waar, ja. Ik was voor schaam. Gelijk over was voor schaam. Ik kan het een keer wel emotioneel, nee,
Zit je al aan?
Ja. Ik wou kijken die. Staan alleen de basis, alleen de technieken. Dus als je kijkt in ons handboekje, staan alleen de technieken per examen.
bijvoorbeeld zevende kiel, kataten, kooster door in Kokkinaga, kataten door in Kokkinaga en Kokkidosa. Maar onze examens hebben we ook nog kietesten, gezondheidsoefeningen en beginoefeningen, door je wat aan. Die beginoefeningen, eigenlijk de serie vanaf rollen en van Kokkiwasa en die hele serie tot aan het einde, dat noemt hij nu kata, Aikido Yushintai Kata. In het examen zie je dus waar je vanaf 7e kyu is vervallen, begin bij 6e kyu en die is hetzelfde 7e kyu, dus die drie technieken die ik net zei, plus alle Aikido Yushintai Kata. Dus reach, nee, reach, nee, twee kanten, acht richtingen, zijwaarza, gewoon het hele rijtje. Wacht even, met conclusies trekken, mind, die springt naar allerlei gedachten misschien. Dat is wat er nu op staat. Wil zegt, en daar hadden we het z'n drie ook wel mee eens, kietesten wil er eigenlijk wel in houden. De gezondheidsoefeningen vind ik Wil eigenlijk nog belangrijker dan de kata. En dus die is de ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni. Iets waar we uit gaan komen. Die gezondheidsoefeningen vind ik Wil heel belangrijk en dat denk ik ook. Te ontwikkelen, ontspanning en allerlei zaken. Dus die wil je er ook bij houden. Kietest, gezondheidsoefeningen. En dan eigenlijk die Aikido Yushintai Kata, die 21 zijn dus uit mijn hoofd, die dan toch weer in stukjes knippen, net zoals we nu doen. Het eerste examen is Sayawasa, en dan Sayachiyokawasa, Tenkan, en dan de Furiwasa met de draai. En dan rollen. En dan de 60 kilo komt er weer wel bij. En dan volgens mij deze komt erbij. Dus dat wil je eigenlijk op gaan knippen. Dus dan krijg je eigenlijk een vergelijkbaar programma, alleen de technieken, de laatste kolom, die zullen dus afgestemd zijn op wat sensei heeft doorgestuurd. Sensei zei ook bij de testguidelines, hij zegt pas ze toe, kijk naar de persoon die examen doet en pas ze daarop aan het programma. Dus dit is een guideline die we kunnen gebruiken, maar de ruimte is er om dat per land, zelfs per dojo, aan te passen. En zelfs Wil zegt straks, ik maak een richtlijn, dat kunnen wij nog aanpassen, zeg maar, als wij denken van, als ik denk als leraar van, nou, zus of zo. Ik heb wel uitgesproken, net zoals we hiervoor deden, Wil doet het niet voor niets, iets creëren. Met zijn expertise en senioriteit zou ik het graag volgen. Zeg. Ik vind het fijn als er dan ja, in Nederland vooruit de illusie uit één examen, criteria-lijst is. Wil zegt daarbij, bij de Q-graden, dus straks van 6e Q tot met 1e Q, dat is eigenlijk gewoon een standaard programma, dus die doe je gewoon. Als je een examen doet, hou je gewoon dat rijtje aan. Vanaf de dan-examens zegt hij, eigenlijk wil ik maximaal 20 minuten een programma zien. Maximaal 20 minuten. En daarin kan je kiezen uit alles wat dus in die examengraden staat bij de dan-graden, kan je kiezen welke techniek je laat zien. Of je doet er nog iets bij, wat jou goed ligt, wat je graag wilt zien, wat je goed kunt. Dus dan kan je eigenlijk je eigen programma samenstellen. Dat is hoe Wil daarnaar kijkt. Bijvoorbeeld, in de derde dan is meteen een extreem voorbeeld, dus is dat wel leuk om mee te chockeren. Daar staat bijvoorbeeld Shomenichi 100 aanvallen. Nou, 100 aanvallen, dat is wel een leuke uitdaging, hè? Dat is nader. Krijg je 100 keer een aanval. Om even een beeld te zetten. Een tai chi is 12 aanvallen. Je weet het, het ging met een tai chi. Dat is een uitdaging om dat zeg maar eventjes kalm tot het einde te brengen. Dat keer 8, 9. En zeg maar, dus 8, 9 tai chi's achter elkaar is dat. Nou, je hoort het al, als je jong, gezond bent en er helemaal in zit, kan dat helemaal eens mooi zijn. Wil je juist dat laten zien? 100 aanvallen en jij laat het van het Aikido helemaal eens mooi zien. Dat vind je leuk om te doen, het gaat je goed af en dan wordt het een mooie performance. Wil zag ook wel oudere mensen die examen gingen doen, 50, 60. En die gingen ook enorme programma's doen, maar dan zie je gewoon en dan wordt het steeds moeier en dan is het echt nog zwaar, zeg maar. En hij zegt, een examen moet niet zwaar zijn, een examen moet leuk zijn. Het is iets wat je graag wil laten zien. Het moet stimulerend zijn, het moet prikkelend zijn. Het moet je een goed gevoel geven. Het moet geen zwaar examen zijn. Het moet niet moeilijk zijn. Het moet je niet uitputten. Het moet juist iets zijn van ja, ik laat het echt zien. Het
zeker dus bij alle graden, maar zeker ook bij die damgraden. Het is maximaal 20 minuten. Bij een damgraad heb je 3 aanvallen met 100, 3 technieken met 100 aanvallen. Ja, dan zit je al boven de 20 minuten. Dus hoe we dat nog vorm gaan geven, moeten we even naar kijken. Maar dat is zijn insteek. Gewoon maximaal 20 minuten en dan performance. Ben gewoon helemaal goed invoeren. De juiste technieken die bij jou allemaal lekker gaan. Alles wat jij wil laten zien, wil je met een stokje iets laten zien, doe je dat en zo. Ik leg uit wat hij zegt. Ik moet nog kijken hoe dat allemaal als vorm krijgt hier. Maar het, wat met jullie daarover meedenken, het gevorderde van mij. Het feedback, zodat tot een goed beeld van komen. Waar komt die 100 vandaan? Wat is daar je gedachte achter? Ik heb wel in het algemeen gedaan, die heb ik ook op Facebook gezet. Ik heb wat vragen gesteld. En die heeft iemand beantwoord. En een van de vragen was van waarom heb je dit veranderd en wat zit er voor reden achter dat je dit zo doet? Dus niet specifiek op die 100 van waar of wat. En hij zegt ja, dit is gewoon op bushi gebaseerd, dus op samurai manier. Maar hij zegt dus past het ook aan naar andere nationaliteiten of culturen. Dus misschien hebben we hier een andere insteek of iets. En dat in die examens terug laten komen. En hij heeft het gebaseerd op bushi, eigenlijk die samurai. Dat zijn achterliggende gedachten om die examens in te richten. Nou, daar moet ik gewoon naar kijken. Dus met Q-graden op zich nog wel zou houden. Nou weet ik bijvoorbeeld, met tweede of eerste Q is best wel een lang programma, best wel veel technieken. Nou is het wel iets veranderd. Je hebt nu weer die Tanjin Tsukaken erin bij deze examen eisen. Maar als ik bijvoorbeeld merk, ik wil niet zeggen dat we het gaan doen, maar als het iemand, je bent elke dag anders. Soms is iemand wat drukker in zijn hoofd of het is wat zwaarder. En om dan een examenprogramma te doen wat lastig is, dat werkt dan eigenlijk niet. En dan wil ik dus eigenlijk die ruimte gebruiken die er altijd al was, maar die sensei's, Mariana sensei, wil me niet echt geven. Dan gaan we gewoon kijken wat is nu een programma wat dan bij jou past op dit moment, waar jij je gewoon goed bij voelt. Dat jij kiest van hey, dit, als ik dit ga doen, heb ik gewoon echt een lekker gevoel erbij. Als voorbeeld zeg maar, in je achterhoofd houden, dat je ook dicht bij je eerste keyword performance zit. Je kan zeggen van, nou, pak gewoon zoals hij is, doe ik. Maar als je enigszins zegt van, ah, dan wordt het zwaar en moeilijk. Want het gaat er mij niet om dat je dat examen dan op die manier dan zo laat zien. Ik zie al lang al dat jij je eerste Q bent. Weet je, dat zie ik al een hele tijd. En zo zie ik van iedereen al van, dat zit op tweede dan. Dat zie ik al een tijdje, dat zit. Daar zit je gewoon praktisch op. Dus nu is het van, wat is dan voor jou een performance, wat voor jou past op dit moment dat jij een goed gevoel erbij hebt. En dat kunt laten zien. Hè. Nu is dat wat meer achterliggende gedachten. Q-graden, eigenlijk wil ik wel zoveel mogelijk houden, zeker in het begin, gewoon Q-graden draaien. Want dat helpt je om die basis te creëren. En zo zwaar is dat natuurlijk ook. En als we steeds verder gaan, gaan we over naar dit systeem. Wat past dan bij de persoon op dat moment? Echt. Ja, leuk, dat vind ik leuk om te doen. Nou, dan ga ik iets zo en zo en voel me lekker bij. En niet zo van, oh, dat wordt wel lastig, kan het wel. En ik zie toch wel dat het niveau er is. En ik ga steeds meer kijken wat ik van binnen al deed. Hoe is jouw ki-niveau als je aikido doet? Daarin zie ik het gevorderd zijn. Hoe is jouw ki-niveau? Hoe is die samenwerking? Hoe pas je je aan op oeken dat de ki goed is, zeg maar? De laatste masterclass legt er weer uit. Eerst waren we aan het trainen zo met elkaar en dan moest je als naken je helemaal aanpassen, of als oeke helemaal aanpassen aan naken. Dus ik val aan, naken doet iets en ik pas me er helemaal aan, helemaal gemakkelijk, echt super. Dus naken kan alles doen wat hij maar wil. Daarna moest oeke weerstand geven. Dus je valt aan, Nico stijl. En dan moest de naken zeg maar zich aan gaan passen aan oeke. En bijna iedereen liep vast. Alle gevorderden, dat kwamen ze ook krachten, trekken, duwen. En dan kan je zien hoe ver je bent eigenlijk. Of je echt dat key-niveau hebt, wat je dan afstemt op de ander. Dat wil je ontwikkelen vanaf het begin. En dan, je vorm wordt misschien anders. Het is net als ik het voordoe, kies ik vaak goede hoekers. Dan kan ik heel duidelijk die bewegingen laten zien. Soms kies ik wel eens andere oekers, wat minder gevorderd,
En dan kan ik gewoon niet deze beweging laten zien. Door allerlei krachten en spanningen kan die persoon niet die ruimte erin hebben. Die blokkeert een beetje of die gaat een andere kant op. En dan verandert dus de techniek, dan verandert de vorm. De vorm verandert om dan zeg maar die techniek uit te kunnen voeren. Je kan niet dan net zo mooi rond en groot bewegen. En daarachter zit dus, daar zit het ook niet in die techniek. Want met wie jij ook beweegt, je techniek verandert steeds aangepast door hoeken, maar je kiekwaliteit, de contact, die verbinding, die relatie, die blijft van heel hoog gesteld. Daar gaat het om, dat ben je aan het trainen als Aikido. Daar het om draait. Daar hebben we iets aan in de dagelijks leven. Ja, dus ik zit te denken aan welke techniek deed je dat trouwens. Bijvoorbeeld bij gewoon een handbeeld. Als je real te motje vasthoudt, twee handen op één arm. En als je helemaal meebeweegt. Helemaal meebeweegt als je het bent. Ah, dat is helemaal goed. Dan mooi laten zien. Nou pak je hem vast en dan gelijk boem vast. Nou kan ik niet die techniek zo gaan doen, maar mijn kies, ik kan wel nog steeds het contact houden. De vorm verandert helemaal, maar ik doe dezelfde techniek. Maar mijn kieskwaliteit, mijn relatie met hem, is goed. Maar wat je meestal ziet, dan die komt hij maar goed vast. Dat zie je overal gebeuren. Gevorderen. Nog een keer, je komt aan en vast. Kwaliteit, dat is waar het om gaat. En je groen. Groen, ja. Dat was even weg, maar de lijf zijn uit de tas. Dat is als voorbeeld van de film. Dat is als voorbeeld van waar gaat het om, wat ontwikkel je in Aikido. Wat de ander ook doet, jij hebt gewoon een goede relatie. Mm-hmm. Ja, je hebt gewoon echt tijd nodig om gewoon niet mee te spelen. Dus je ziet, Bill die brengt iets in en Sensei en het richt allemaal naar hetzelfde. Aikido is liefde. Aikido is de ander verzorger. En dat wil je in je systeem krijgen. En daarbij, als je gevorderd wordt, ga je steeds meer je technieken polishen, steeds meer poetsen, steeds meer rondmaken. Die worden steeds mooier en je kan steeds wat snelheid erin brengen. En je kan wat meer met kiekracht gaan werken. Mooi, perfect. Maar de essentie, het kieniveau, die relatie, die moet gewoon goed zijn. En die verdwijnt nog wel eens als je met snelheid gaat werken en met meer kiekracht. Weet je, dan sla je helemaal de plan mis. En dat zie je gewoon. Wil zegt het ook. Hij kijkt naar al die gevorderden, naar demonstraties. Het is weg. Het is geweldig opgepoetst. Het zijn geweldige technieken. Het vliegt door de lucht. Het is een acrobaat als hoekers. Het is onwijs mooi glad om te zien. Maar je ziet gewoon dat de relatie niet goed is. Soms zie je echt gewoon. Ik zat ook nog een filmpje te kijken, heel mooi, en dan zie je aan het eind zo. Ja, dat slaat op wat mis. Echt onderaan die e-mail, die vragen die ik stel, dan zijn ze alsjeblieft Martijn, help me. Je bent een van de weinigen die het snapt. Ik kan nog bijna niet uitspreken wat je gek ook moet zeggen, maar help me alsjeblieft om dit te verspreiden. Zeg maar. Ja, graag. Ik weet wel waar je over hebt. Volgens mij heb ik het er gewoon nu over en volgens mij zijn we het ook gewoon aan het oefenen. Ik denk dat dat een stukje uitleg is, dat je weet wat je aan het doen bent. Ook gewoon tijdens de lessen dit steeds dit doen. Hè? Dus als je met een beginner straks bezig bent en je kan gewoon niet helemaal lekker zo omhoog, dan ga je gewoon in de intentie omhoog en dan stap je opzij. Hou die relatie goed. Nou, heel veel. Nog iets nog vragen op het moment? Iets wat je niet wat zegt, hoor. Ik neem ook gewoon je tijd te laten werken. De examen eisen zoals ze nu zijn. Ik wacht denk ik eventjes totdat Wils heeft bijgewerkt en dan sturen ze gewoon iedereen rond. Ja, ze gaan natuurlijk wel rond op Facebook. Wil je ze nu alvast zien, stuur me even een mailtje. Dan stuur ik je gewoon een bestandje toe. Dat is geen probleem. Maar als we officieel gaan communiceren via de nieuwsbrief, dan doen we gewoon degene die we hebben gekozen met Wil. Dat is een stukje onzekerheid om de ruimte om inderdaad te oefenen.
spannend. Ik vind het wel fijn om ook met mijn technieken bezig te zijn. Ja, dat ook. Ja, want voor de zomervakantie wil ik wel de meeste examens doen voor degenen die bezig zijn. En daar wil ik wel de tijd voor ook creëren. Dus bijvoorbeeld volgende week maandag, dan is het geen gevorderde training, daar is dat zeker heel veel ruimte voor. Ook tijdens deze lessen. Het is een beetje een moeilijke keuze, maar hij zegt eigenlijk moeten we met gevorderde trainen, maar ik zie dat jullie het ook goed oppakken. Maar ik merk toch wel dat er verschil in is. Als ik bijvoorbeeld met YouTube doe, is het echt een ander niveau zoals ik het met de rest doe, zeg maar. Dus dan merk ik echt wat verschil, zeg maar, dat toch van jaren en van key ontwikkelen. Ik zie wel dat iedereen het oppakt. Dus aan de ene kant ben ik aan mijn handen jeuk om natuurlijk te leren en om zelf te oefenen. Maar ik denk dat ik toch meer ruimte ga geven voor de examenkandidaten dat ze een examen doen. En als je bijvoorbeeld derde keer doet, doe het gewoon zoals je het nu hebt geleerd. Gewoon dat, ik zal nog een paar tips geven, dat het er wel goed eruit ziet. Maar gewoon nu blijven volgen wat je hebt ingezet. Eigenlijk als je nu ook binnenkort examen zou willen doen, nou, richting zomervakantie, hou dan gewoon je programma nu vast. Hè, want dit, die tanker gaat nu en dan ga je, dat lukt je niet meer om dit in te gaan brengen. Gewoon je programma volhouden zoals je nu aan het oefenen bent. Na de zomervakantie wil ik wel beginnen met een nieuwe examenvis. Dan is het wel kijken van is er iemand die dan nog net wel of niet het red ervoor en dan daarna gaat doen. Weet je, dan kijken we nog van misschien houdt hij bij de oude eisen. Maar in principe ga ik dan zoveel mogelijk naar de nieuwe eisen. Mensen daar naartoe kunnen. En bijvoorbeeld iemand die een verzekering Q aan het oefenen is, die oefent voor niks meer. Ja. Dus die gaat voor 60 uur oefenen. Dus ja, is ook per persoon kijken waar je bent. Welke examen in welke vorm je gaat doen. Maar simpel gezegd, voor de zomervakantie, zoals je het nu doet, na de zomervakantie starten met een nieuwe. En dan gaat je op een schaatsen kijken per persoon wat het beste past. Ja, dus bijvoorbeeld, dan heb jij niet de druk van moet voor de zomervakantie, lukt het prima, lijkt me ook een leuke focus. Gebeurt er nou iets en kom dan weer daarna. Ja, weet je, zo wat. Dan gaan we gewoon lekker iets makkelijks doen. Of makkelijks, gewoon wat je gewend bent. Kijk naar Nico, maar kan voor iedereen gelden. Ja, of mocht iets zijn. Dus, misschien kunnen we tijdens de zomervakantie nog lekker voor degene die komen. Dus geef ze me dan wachten en op het strand kunnen we heel veel oefenen. Kunnen we en de nieuwe dingen oefenen of je examen. Jullie regelen nog een seminar binnenkort, dus dan gaan we. Ja. Lekker. Dus hier, ja. Heb je nog vrij liedje? Ja, we gaan goed kijken. Ik ga even een briefje voor baas. Ja. Geen tijd meer om te werken, sorry. Ik ben wel van de intenties. Jij bent natuurlijk derde Q al, hè?
Dus, ik ben al de derde keer inderdaad. Een tweede keer zou je gaan. Ja, ik zit nog voor mijn eigen gevoel ver vanaf als de techniek kijken. Dus dat zal niet voor dezelfde kans zijn. Zeker. In jouw persoonlijke ontwikkelingsplan. Dan zou dat je volgende stap zijn richting de tweede keer. Ja, ja, dan zou ik wel een tweede keer trekken. Voor mezelf al die zo'n jaartjes, zo weet ik wel. Ik ben niet zo heel erg examen gericht, maar voor de Joe-kaart en de Shooting Star en die er allemaal te oefenen. Dus ik doe zo flink wat lesjes hebben. Wat hoeft niet meer, moet ik zeggen, maar ik kon het niet op. Nee, tweede keer zit er wapens mee. Nee, nou, voor niks al die, nee. Nee, maar ik zou het bijvoorbeeld graag wel laten zien dan. Ik heb nooit de Joe-kaart te kunnen laten zien. Hoe ver ik hier zat niet in toen. Maar richt op het nieuwe eisen, dat is dan je richting. Maar voor je eigen NEM-patiënt ook is het dan fijn om te weten van. Dat is dan de druk van de metalman, en dan weet je van, dat is mijn eigen performance. Thank you. Graag voor zo'n goed zijn. Ja, ja, ik ook. Ja. Tweede dan, stabiele, hoe is de intentie van de NEM-patiënt? Ja, zeker voor mij. 2014? Ja, ze hebben op standaard gegaan. Maar ik lijn het erdoor bij. Dus ik zit wel op. Dus die wil, die heb je wel die kent. Ja. Ik denk maar één is dus. Dus jij bent dan de laatste in de stad. Voor de zo. Voor de zo. Maar dan blijven we wel goed op je stad oefenen. Externe plan. Zo je het helemaal moeten is het dan maar ja. Ik heb niet zo dat ik het wel blij doe dan dat ik het moet persen en duwen en spanning. Ik vind het wel leuk om dat vanuit plezier inderdaad te laten zien dan. Goed, ja. Nou, als dat dan staat bij je Willissen, ja. Als dat dan staat richting de zomervakantie, ja. Met een anders. Dus dat even. U nog even, 2014. Niet voor zo altijd. Nee, dat is wel niet kan tellen. Nee, ik ben een beetje. Wat wel mooi was. Laatste week voor de kerst. Ja, dat is echt. Dat is een kerstcadeautje. Nou, ik denk dat het een leuke afsluiter is voor de seizoen. Misschien er even vol, omdat we in ieder geval een les hebben gezien laten. Kijk wel even, maar dat is een mooie intentie. Nee, ik weet het op woensdag. Wat op woensdag kan. Maar ik ook niet uit van de intentie. Intenties. Ja. Dus was het ben jij eigenlijk? Was het nog examen gedaan? Ja, een jaar geleden. Maar ik denk ook volgende jaar kunnen we daarna. 2015 is het. Ja. Dat is dan de eerste keer. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. We moeten ook met z'n keuze even zo'n ruimte komen. Ja. Ja. Weet ik dat. Ik zal mijn huiswerk doen. Tellen. Ja, zeker. Jullie weten het al. Ik ben voorbij wel eens. Tellen, weet ik wel. Het niveau moet jullie nog echt wel eventjes moeten. Ja, dat is waar je graag voor op zit. Maar voor het samenkomt hier. Maar dat voor het samenkomt hier. Dat is heel erg. Ik ben blij dat jullie naar mij wel luisteren. Ja, dat is wel heel erg. Maar niet alleen naar je lippen, maar alleen gaan je voeten. Ja. Hopelijk kom je een beetje hier dan weer omhoog. Ja. Oké, dankjewel. En dan gaan we de volgende keer. Thanks.